Hoi allemaal, vandaag wil ik een What's in my bag, maar dan de luiertas versie doen, de What's in my diaper bag. En die hebben jullie al veel gevraagd, maar ik was me sowieso ook van plan te gaan doen, maar ik wilde eerst even een tijdje testen, zeg maar, hoe ik hem in gebruik vond, wat ik te veel en te weinig in heb zitten, zeg maar. Dan wilde ik het filmpje opnemen, dus dat gaan we nu doen. Niels is bij mijn vader, dus zijn opa. Dus tenminste, hij is er niet, hij zit hier in een andere kamer, dus als je wat hoort, geen paniek. Dit is de tas, dit is de Babymoov Essential Bag en dit is een vrij grote tas. Omdat we natuurlijk ook vaak richting de opa's en de oma's gaan. Dus we dachten het is gewoon praktisch om een tas te hebben waar meteen alles in kon. We hebben de Joolz kinderwagen en lichtgrijze. Een oude model. Dus de tassen die nu bij de grijze Joolz passen, die passen niet bij die van ons. En sowieso wilde Sven graag een wat stoerdere tas. Iets wat ook een beetje leuk is voor mannen. Hij had zoiets van ik wil niet met al te vrouwelijke tassen rond gaan lopen. Dus ik wilde bijvoorbeeld graag zo'n cowboysbag, vond ik al tof. Maar ja, dat vond hij te vrouwelijk, dus oké. Dus nu is het deze geworden. Het is een superhandige tas. Vandaag laat ik je zien wat er allemaal in zit. Als eerste in het buitenvakje zit het verschoonmatje wat je erbij krijgt. Superhandig. En in het andere buiten, het zijn zeg maar twee grote buitenvakken en twee kleinere. En de andere hebben we een boodschappentas en een paraplu. Spectaculair. En dan heeft de tas twee zijvakken. Één met rits en één zonder rits. En die zonder rits zou je bijvoorbeeld je eigen flesje water of zo kunnen doen. Dat doe ik eigenlijk nooit. En in het andere zijvak heb ik wat kleertjes zitten voor noodsituaties. Dus wat rompertjes en een broekje. Ik zit nu te denken dat ik misschien even een wat grotere maat erin moet gaan doen. Want dit is maat 50. Note to self. Maar dit is dus gewoon om ja, als je een ongelukje heeft, dat je in ieder geval hem helemaal kan verschonen bij een spuitluier of iets nog niet nodig had, gelukkig. Even kijken. Dan zitten er twee, zeg maar aan de tas vast zitten twee aparte zakjes. En die kun je er ook afhalen. Eentje, daar heb ik altijd een speentje in zitten. Zodat ik die altijd een extra speentje bij me heb. Dat is deze. En één tas waar de fles in kan. Ik geef borstvoeding, maar als ik weet dat ik ergens heen ga waar ik niet makkelijk bijvoorbeeld kan voeden, dan kolf ik af en dan doe ik dat erin. Mocht ik nou ergens heen gaan, dan gaan we naar het grootvak. Mocht ik ergens heen gaan voor langere tijd, dan neem ik voor de zekerheid ook mijn handkolf bij me. Omdat als je borstvoeding geeft, dan gaan op een gegeven moment je borsten op ontploffen staan als je het niet voedt, zeg maar. Dus, en dat heb ik zo na een uur of, nou ja, zeg maar 5 of zo. En dat is heel pijnlijk en dan heb je kans op borstontsteking. Dus ik heb sinds kort ik heb een handkolf bij mijn kolf gekregen, zeg maar. En sinds kort heb ik die er dus ook in zitten, zodat ik eventueel kan afkolven. Dus ik heb trouwens een kolf van Ardo. Het is de Calypso To Go uit mijn hoofd. Maar in ieder geval een hele fijne kolf. Deze heb ik dus nog nooit gebruikt. Ja, ik heb hem 1 keer gebruikt, zeg maar, om te testen. En ik heb hier ook eigenlijk de grote schelp. Maar ik dacht, weet je, dan heb ik die gewoon standaard in mijn tas zitten. Dan, dit heb ik gejat van een moeder die ik bezig zag. Dacht, dit is briljant. Dit is een toilettasje. Dit is een toilettasje van Clarence. Wat ik ooit bij een ding heb gekregen. Een setje spulletjes. Maar goed, elk toilettasje wil doen natuurlijk. En hier heb ik een aantal dingen in zitten. Als eerste een hydrofiele doek. Want die leg je dan over het verschoonkleedje heen of het verschoondingetje heen wat je bij hebt of wat er toevallig al is. Dan luiers. Deze dingen hier kom ik zo nog even op terug. En billendoekjes. Dit zijn de billendoekjes die wij thuis niet gebruiken. Die, zeg maar, thuis gebruiken wij, zeg maar, echt op waterbasis. Met verder geen gekkigheid erin. Alleen we hebben zoveel ook van die andere doekjes gekregen dat ik die maar gewoon in de luiertas doe. Dan een klein tubetje Weleda Calendula Nappy Change Cream. En deze heb ik ook ergens bij gekregen en die is super handig voor in de tas. En een beetje desinfect. Ook handig als je ergens verder moet gaan borstvoeden of iets. Het is altijd handig om een beetje desinfect bij je te hebben. Dus dat heb ik hierin zitten. En dat is dus super handig. Want als je dan moet gaan verschonen, hoef je niet de hele tas mee te nemen naar het toilet. Dan neem je gewoon alleen maar even dit tasje mee. Super handig. Al zeg ik het zelf. Maar ik heb het dus gejat van een moeder die ik bezigde. Dacht ik, Sven, dit is briljant. Dit moeten wij ook doen. Dan heb ik natuurlijk wat spuugdoekjes en een slappetje. Een mutsje voor als het ineens ergens koud is of iets. En nog een grote hydrofiele doek voor als het dus ergens inderdaad ineens koud is. Of ja, het is zo slecht met hem gesteld dat hij ineens heel erg een dekentje nodig heeft. Of die is vies en je moet hem nog een keer verschonen of iets. Nou goed, gewoon een extra hydrofiele doek. En dan, dit is echt een grote, dus daar kan je hem ook echt in bakeren en zo. Dan zit er in de tas, zat dit er ook bij. En dit is een zakje wat heel handig is voor als je dus bijvoorbeeld zijn kleren heeft ondergeplast of iets. Dan kan je dat hier gewoon in doen, de natte dingen. Ik heb bijvoorbeeld wel eens zeg maar hier veel washandje hierin gehad of iets. En dan, dit zag je net al. En dit zijn luierzakjes. En deze werden me aangeraden door mijn nicht, want deze zijn van de Etos. En die zijn geparfumeerd. Dat houdt dus in als je bij iemand anders je luier moet weggooien. Dan kan je hem dus in zo'n zakje doen, een soort vuilniszakje. Het knoop je dicht, maar dan ruikt het dus ook niet naar luier. Dus dat je je niet bezwaard hoeft te voelen als je bij mensen je luier weg moet gooien. Je hebt ze ook niet geparfumeerd, zeg maar ja, bij de Etos hebben ze gewoon deze. En nou, zij raden deze aan. En daar ben ik heel blij mee. Nou, dan natuurlijk nog wat meer luiers. Want een baby gebruikt nou eenmaal veel luiers. En dan heb ik nog een klein vakje, even kijken. Daar heb ik nog een theepoeltje in zitten. Dat heb ik eigenlijk nu niet echt meer nodig, maar goed, in noodsituatie altijd handig. Deze is van Medela en ik kan het wel even laten zien. Dat ziet er zo uit. En zo. En dat, als je nou heel erg last hebt dat je baby heel lastig kan aanhappen, in mijn geval door een ingetrokken tepel, dan kun je zo'n tepelhoedje gebruiken en dat maakt het veel makkelijker. Moet je echt doen als het echt niet lukt. Het is niet zoiets van voor de leuk eventjes erbij. Maar ik heb 10 dagen geprobeerd zonder en ik had zoveel pijn. En het lukte hem ook gewoon niet. Dus dan was dit ideaal. Maar inmiddels door veel voeden komt op een gegeven moment wordt je melkkanaaltje langer. Bij mij lukt het niet met voeden. Maar uiteindelijk lukt het me wel door het kolven. Door het kolven is mijn melkkanaaltje weer wat langer geworden. En kan ik dus ook weer makkelijker aanhappen. En dan heb ik nog, hier zitten nog batterijen in. En die zijn voor de babyfoon. Kan ze gewoon batterijtjes, zodat we niet met een lege batterij van de babyfoon komen te zitten. Want als we bijvoorbeeld naar mijn ouders gaan, dan doen we dus de babyfoon meenemen. Zodat hij boven kan liggen. En ja, dat is praktisch. En hier zit nog een desinfectant. Geen idee waarom 2, maar... Hè, ach. Dat is het volgens mij. Dat is alles wat ik in mijn luiertas heb zitten. Ik ben heel blij met deze tas. Hij is groot, maar niet te groot. En hij hangt natuurlijk in principe altijd wel aan de kinderwagen. Dus, en ik vind het gewoon heel praktisch, want hier zit gewoon alles in. Ook als we dus even gaan uit, zeg maar als we ergens heen gaan waar we wat langer zijn. Bijvoorbeeld bij mijn opa en oma, dan gooi ik mijn echte kolf erin. Of als ja, of nog wat extra kleertjes als hij ergens zou moeten gaan slapen of zo. Maar in principe... kan ik hier gewoon mee uit voeten. En vooral dit vind ik echt... nou, ik ben echt heel blij dat ik een vrouw dit zag doen. Ik weet niet wat zij er allemaal in had. Maar ik dacht, dit is dus gewoon alles wat je nodig hebt om hem even snel te verschonen. Dus dit neem je gewoon makkelijk even onder je arm mee naar de wc. En kan je hem ondertussen ook gewoon nog dragen en doen. Dus nou, dit vind ik echt de tip. En verder... ja, is dit dus alles wat ik meesleep voor hem. Dat was het. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Mocht jij nog briljante dingen in je luiertas hebben die ik hier niet in heb zitten en waarvan je zegt die moet je echt hebben, geloof me, dan let me know hieronder in de comments. En ja, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien. En in ieder geval weer ontzettend bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg! Heel vaak tegenwoordig de Catrice High Coverage, maar om een van de redenen zie ik die nu niet in mijn make-up bakje liggen. Dus...